verrassing dat dicht nog even langskomt. Maar u had eigenlijk al lang moeten beginnen. En waarom bent u nog niet omgekleed? Dat ga ik ook doen, Roger. Maar voordat ik ga beginnen met werken, wil ik jou nog eventjes iets laten ondertekenen. Dit is van mijn jobcoach, Roger. En mijn jobcoach die heeft aan mij gevraagd of jij op dit formulier je handtekening erop wilde zetten. Want anders mag ik niet bij jullie blijven. Oh, maar dat leek me enig, Ricardo. Ik zou meteen mijn handtekening op dit formulier schrijven. Dan kan u tenminste nog langer genoeg bij ons blijven. Want het leek me echt niet leuk dat u bij ons weggaat. Bedankt, Roger. Ik zal die spoedig aan mijn jobcoach laten zien. Want als hij die ziet, dan mag ik nog lang genoeg bij jullie blijven werken. Nou, dan denk ik maar dat ik nu alvast aan de slag ga. Want ik geloof dat mijn aanvoer al klaar staat. Hey, kijk wie daar komt. Hallo meneer, mag ik me trouwens even voorstellen? Mijn naam is Ricardo Cartoon en ik werk hier. En u kunt me anders later nog wel eventjes complimenteren, want ik moet nu aan het werk. En wie is die meneer? En wat doet zich in mijn kantoor? U hoort hier helemaal niet te zijn. U hoort hier gewoon te werken, hè? En wat doet u hier? Die kantoor? Zeg, ik ben uw wilde bedrijfsleider, hè? Dus ga jij maar iemand anders lastigvallen, hoor? Ik ben hier wel de baas hier. Maar nu niet meer. Nu is het mijn kantoor. En nu aan het werk. Anders bent u ontslagen. Ja, meneer Roosevelt. Ik ga al... Hé, hey, maar dit kunt u niet maken. Je kunt toch niet zomaar de bedrijfsleider uit zijn kantoor wegsturen? En je hebt toch helemaal niet het recht om zomaar de baan van Roger zomaar over te nemen? Je zou jezelf eens moeten schamen. En ze zouden je moeten opsluiten. Dat je weet dat je niet zomaar de baan van iemand anders zomaar overneemt. Jij smeerlap. Loestrezief, jongeman. Jij hoeft u helemaal niet te bemoeien en u bent u helemaal niet verzekerd. Dus ga nu wel onmiddellijk naar huis en ik wil je niet meer zien. Ik werk hier wel tenminste, dus als jij genoeg hebt van mij, dan moet je maar eens zelf gaan vertrekken. En nog wat, jij hebt een lelijke poezelip. Nou, dit wordt dan mijn afscheid. Tot ziens, Cindy. Ongelooflijk, Ricardo. Dit heb ik van jou nog nooit meegemaakt, dat je nou ons meteen verlaat. Ik weet dat het heel erg riskant is, Cindy, maar het moet echt op deze manier echt goed verlopen. En ik heb daarnet nog een advertentie gelezen dat er in Boystad een nieuwe medewerker nodig was om in een kantoorbedrijf te werken hier in Boystad. Ik heb echt medelijden met jou, Ricardo, dat ze jou hier echt zo slecht mishandelen. En ik kan me trouwens niet geloven dat meneer Roosevelt jou zomaar in de naald prikt. Maar aan de andere kant, Cindy, als ik ga werken bij dit kantoorbedrijf in het centrum van Boystad, dan verdien ik toch best wel heel veel. En misschien vind ik nog wel een oplossing om weer bij jullie terug te komen, wie weet. Je bent niet alleen slim, maar je bent ook nog erg dapper. En ik wens jou trouwens nog heel veel plezier bij het werken bij je nieuwe baan. Tot ziens, Ricardo, en nog veel plezier bij het werken bij je nieuwe baan. En Ricardo, ga je weg? Ja, ik moet weg. Dat moet van de nieuwe bedrijfsleider die net de plaats van Roger heeft overgenomen. Ik weet het, het is misschien wel best wel een beetje riskant, maar het moet eigenlijk zo een beetje aflopen. Ja. Ik denk dat je dan ook een heleboel dingen gaat missen, want ik ben namelijk in verwachting, want ik krijg binnenkort een kindje. Maar hoe kan jij dan opeens in verwachting zijn? Je bent nog niet eens helemaal dik. Ja, het klinkt misschien wel een beetje vreemd, maar zo'n dingen duren nou eenmaal zo lang, want mijn buikje moet nog helemaal opgroeien. Nou, nog veel plezier met jouw zwangerschap en misschien als ik in het kantoor van Boystad alles heb geregeld, dan misschien kom ik dan nog een keertje terug bij jullie. Ja. Dat is goed, Ricardo. En we houden nog contact op. Tot ziens. Even later op het kantoor. Goedemiddag, meneer de kantoorbaas. Ik zou heel graag met jou een sollicitatiegesprek met jou willen uitvoeren. Leuk zeg. En wie ben jij dan? Grappig dat je dat nog even vraagt. Ik heet Ricardo Cartoon. Ik was namelijk degene die gereageerd had op jouw advertentie dat jij werknemers nodig had.
ja, nu weet ik het weer. Jij was degene die gereageerd had op die advertentie, hè? Het is fijn dat ik u in levende leven ontmoet. Mijn naam is Wouter, de kantoorbaas. Neemt u maar anders maar plaats op deze stoel achter. Dan kunt u me alles vertellen over jezelf. Nou, Ricardo, vertel maar alles over jezelf en vertel me ook alles wat je zowel kunt. Ik woon in Boston op de top van de heuvel. Ik woon helemaal alleen. Ik heb een heleboel vrienden. Ik eet van alles. Ik ga vaak in bad. Ik slaap van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Ik hou heel veel van eten. Ik hou er heel veel van zwemmen. Ik hou heel veel van sporten. Ik hou heel veel van vliegen. Ik hou heel veel van dingen. Ik hou van ik hou van dat. Ik hou van dat. Ik hou zoveel. Ik hou heel veel van. Ho, stop maar met opnoemen. Meer hoef ik niet te weten. We zullen nu maar beter verder gaan met onze rondleiding. Ik zal je nu laten tonen waar jouw werkplek ligt. En dit is dan je werkplek. Op deze bureau krijg je dan dus allemaal informatie te horen en je moet dan ook allemaal dingen inschrijven en brieven sorteren en e-mailtjes nakijken. En je krijgt dan ook nog te maken met een nieuwe collega met wie jij samen gaat werken. Hoe is het daarachter? Het gaat uitstekend, meneer. Ik ben echt flink opgeschoten. Maar ik neem trouwens aan dat je ook best wel goed bent op de computer en het opnemen van de telefoon. Natuurlijk kan ik dat, meneer de kantoorbaas. Als ik een eigen computer heb of een eigen telefoon, dan kan ik toch zelf zelfstandig opnemen en zelfstandig de mailtjes nachecken. Dat is echt heel verstandig, Ricardo. Dan denk ik ook dat je ook echt heel goed moet werken als jij zo lang mogelijk kunt blijven bij ons. Tot ziens, meneer de kantoorbaas. Ik zal heel goed mijn best doen. Nou, nu nog even de computer aanzetten. En nu mijn computer aanstaat, zal ik nu eindelijk gaan beginnen met werken. Hé, hey, wacht eens even. Die jongen achter mij, die ken ik. Ja, het is hem echt. Ricardo Cartoon. En hij werkt op een kantoor. Ongelooflijk dat ik hem weer eens zie. Sorry dat ik je eventjes onderbreek, maar als je eventjes naar me kijkt, weet je dan wie ik ben? Want ik ben een hele oude bekende van je. Weet je nog? Ik ken jou helemaal niet. En daarbij, waarom zou ik jou ooit hebben gekend? Ik praat helemaal niet tegen collega's. Ik praat voornamelijk alleen maar met vrienden als ik aan het werk ben. Hou nou toch alsjeblieft op met die flauwe kudder, Ricardo. Je weet toch wel wie ik ben? En als je gewoon niet ziet wie ik ben, dan moet je toch eens even goed kijken. Want kijk eens nou eens wie ik... En nu wil ik dat je even ophoudt. Je ziet dat ik nu bezig ben. Als mijn baas ziet dat ik niet doorwerk, dan word ik misschien wel ontslagen. En ik ben al een baan kwijt. Dus laat me nu gewoon met rust en bemoei je met je eigen zaken, zodat ik met gerust de telefoon kan oppakken. Met het kantoor van Boystad Interpolis, wat kan ik voor u doen? Ricardo, mijn jongen, u spreekt met Roger Driessen, de bedrijfsleider van de supermarktketen. Hey Roger, ongelooflijk dat ik jou weer aan de lijn heb gekregen. Maar één vraagje, hoe wist u nou eigenlijk het nummer van mijn nieuwe bedrijf waar ik nou op dit moment werk? Dat was niet zo moeilijk, Ricardo. Ik had net die advertentie gelezen waar u had aangenomen. En daar stond trouwens ook bij dat er ook nog een telefoonnummer van dat kantoor was. En die had ik dus even gebeld. Fantastisch, hè? Ja, eigenlijk wel. Heel slim dat je daar nog even hebt over nagedacht, Roger. Maar eventjes over iets anders, Roger. Hoe staan de zaken bij jullie in de supermarktketen? Het gaat niet goed, Ricardo. Alle collega's willen niet werken sinds dat jij bij de supermarktketen vertrokken bent. En die meneer Roosevelt, die probeert alleen maar de baas over de hele bedrijf te spelen. En zonder die willen ze niet werken. Dus misschien heeft Doe wel een oplossing om weer bij ons terug te komen als u klaar bent met uw bedrijf. Maar jij kan er toch voor zorgen dat alles wordt rechtgezet in de supermarktketen? Maar ik ben geen bedrijfsleider meer. Als ik dat nog was, dan kon ik dat allemaal nog goed in orde brengen. Maar ja, nu gaat dat niet meer. Nou, maar als het nog zo slecht gaat bij de supermarktketen, dan moeten jullie trouwens toch wel nog even wachten. Want dan pas als ik klaar ben bij het kantoorbedrijf, ja, dan kan ik weer terug bij jullie komen. Oké dan, maar doe dat dan wel heel snel. Want als de supermarktketen over 3 dagen niet in orde is, dan zouden wij de supermarktketen voorgoed moeten sluiten.
Maak je daarover geen zorgen, Roger. Ik zal binnen 3 dagen zo snel mogelijk bij jullie terugkomen om het allemaal recht te zetten, hoor. Maar ik moet nu gaan ophangen, want ik mag van mijn baas niet zo lang telefoneren, want anders heb ik geen beltegoed meer. Oké dan, dan wens ik u veel succes met het regelen. Tot ziens, Ricardo. En wie had je net aan de lijn gehad? Dat gaat jou helemaal niks aan. En ik wil ook dat je met je eigen werk bemoeit. Want ik had eerst net een hele mooie baan waar ik zo fier was om te werken. En die ben ik ook nu kwijt. Dus als ik deze baan ook kwijt zou raken, dan zal ik nooit meer verder komen in mijn leven. Dus laat me in vredesnaam met rust. Hoor ik toch allemaal van een geschreeuw allemaal? Zeg Ricardo, zit die jongen achter je soms lastig te vallen? Want als dat zo is, dan mag je dat best wel tegen mij melden hoor. Om eerlijk te zijn, heeft hij maar 30 minuten niet zijn mond gehouden. Ik word er knettergek van. Hij zit me de hele tijd te praten terwijl ik me zit te concentreren op mijn werk. Nou, weet je wat Ricardo, loop maar anders eventjes met me mee. Dan krijg jij ondertussen wel een andere taak, zodat hij jou niet lastig valt. Misschien kan ik je beter aan het werk zetten bij de kopieerapparaat. Er moeten namelijk een heleboel dingen geprint worden. En wat geprint wordt, dat moet je ook allemaal opschrijven en invullen. Maar hoeveel moeten er dan geprint worden? Dat printen doe ik zelf wel. En is dat alles wat ik krijg? Dus ik hoef alleen maar de dingen in te vullen en dat dan op een stapeltje leggen. Nou, ik wilde het niet al te moeilijk maken, dus omdat jij namelijk toch voor het eerst hier bent, geef ik jou inmiddels eerst de makkelijkste dingen die je kan doen. Intussen. Oeh zeg, het is inmiddels wel gelukkig een beginnerswerkje, maar van al dat harde werken en al dat tekenen heb ik wel enorme dorst gekregen. Nou, eventjes wat fris water drinken. Ah, echt lekker koude drinkwater, dat is precies wat ik nodig heb. Dat noem ik pas echt een lekker bakje water. Vers en koud. En is het water lekker en vers? Wat moet je nou weer, gast? En wat wil je nou toch van mij? Kijk eens daar wat er op dat bordje staat. Drinken niet toegestaan. Jij hebt dat bordje erop gezet, hè? Geef het maar toe. Ik weet dat jij hem erop hebt gezet, hè? Eigenlijk heb jij dat bordje erop gezet. Ik heb het zelf gezien. Ik heb hier gewoon de hele dag staan te werken. Geef maar toe dat jij het hebt gedaan. Nou, dan ben je mooi te laat. Want als de baas dit zo gaat zien, dan ben... En nu heb ik er genoeg van. Maar Ricardo, wat ga je nou doen? Ik ga jou uit het raam gooien. 1, 2... Is dat maar een grapje? Alsjeblieft, Ricardo. U had mij geroepen, Wouter? Ik wil u voornamelijk een duidelijke verklaring horen hoe het is gekomen dat u uw eigen collega uit het raam probeert te gooien. Ik wil gewoon met mijn gerust gewoon werken. Als hij niet de hele tijd zat op te scheppen tegen mij, dan had ik hem gelukkig ook niet het raam uitgegooid. O ja? Hadden we die collega van jou dan wat plakband op zijn mond kunnen zetten zodat hij niet kan kletsen? Volgens mij moet hij zijn mond vaker genoeg gebruiken als hij moet werken. Ik probeer gewoon mijn baan terug te winnen. En als ik gewoon concentratie wil hebben, wil ik gewoon stilte. En als u daarvoor geen toezicht wil opnemen voor jouw werknemers, hang dan gewoon wat camera's op. Oh ja, ik zie wel mensen hun vogeltjes uit het raam laten vliegen. Maar mensen uit het raam gooien, dat is belachelijk. Ik zal je wel iets laten demonstreren. Dit hier is een mooie vogel. Zie je hem vliegen? Die vogel, die vliegt vrij in het rond, omdat hij naar buiten wilt. Maar mensen,
die kunnen het niet. Kijk eens. Die zijn te dom om te vliegen, want die hebben geen vleugels. En ik heb hier ook niet het behoefte aan dat als ik hier een werknemer aanneem, dat hij daarna ook nog een collega van hem probeert weg te gooien uit het raam. En hierbij wil ik het niet laten zitten, Ricardo. Begrepen? Maar ik heb gewoon alles er gewoon over gedaan om mijn baan terug te krijgen bij de supermarkten. Weet je wat, Ricardo? Ik stuur je de laan uit. Hé, hey, maar ik stuur je de laan uit! Wat een stomme baan is dit! Wat een gekke mensen wonen hier. Je zou je denk ik afvragen, is hier nou echt niemand die hier beter zijn best doet? Kijk nou eens, het is de heer van der Vin. Maar Ricardo toch, waarom ben jij niet aan het werk? En waarom sta je hier voor het kantoor van Boystad Interpolis? Ik werk niet meer voor de supermarkten. Er kwam een nieuwe bedrijfsleider binnen en die overtuigde dat ik helemaal niet meer verzekerd was om bij hun te kunnen werken. Oké, en hoe heet die man die de supermarkten heeft overgenomen? Hij heet meneer Roosevelt. Roger die heeft mij ooit wel eens verteld dat hij ooit wel eens in andere bedrijven heeft gewerkt. Dus ik weet niet of jij ooit wel eens hem hebt gezien of hebt gekend. Dus hij heet de heer Roosevelt, hè? Nou Ricardo, ik denk dat ik die gast wel ergens van ken. Ik werkte vroeger voor de heer Roosevelt om hem te helpen om verschillende baantjes te zoeken. Maar steeds probeert hij iedere keer als hij ergens wordt aangenomen te frauderen en probeert hij iemands baan over te nemen. Maar als ik bij hem in de buurt ben, dan is hij altijd heel erg bang en dan is hij ook bang dat ik zijn jobcoach helemaal niet meer zal zijn. Dus jij was vroeger de jobcoach van de heer Roosevelt, hè? Maar als jij vroeger zijn jobcoach was, dan kan jij misschien ervoor zorgen dat hij uit de supermarktketen verdwijnt. Ja, ik dacht net hetzelfde. Weet je wat, Ricardo? Laten we maar alvast terug naar de supermarktketen gaan en misschien kunnen we dat zaakje daar wel oplossen. Ja, natuurlijk. Ja, zeker. Ik ga het regelen, ja. Ja, ik regel het. Ja, zeker, ja. Ik heb me op dit magazijn gezet. Ja, zeker. Ja. Ja, ik zou nog niet tegen mijn werknemers dat ik zich daarvoor moet regelen. Ja. Ik geloof het. Ik. Ik bied u later nog wel terug, hè. Tot ziens. Ook was zo dicht hier. Ik heb toch tegen u gezegd dat u hier niet meer verzekerd bent en dat u ook niet meer welkom bent hier. Er is hier namelijk maar één iemand die niet verzekerd is. En dat ben jij zelf, meneer Roosevelt. Hé, let toch wel op uw woorden, hè. Want ik ben wel de bedrijfsleider hier, hè. Nou, dat zullen we nog wel eens zien, meneer Roosevelt. Hé, loester is En nou zorg je ervoor dat je Roger zijn baan terugneemt. Nee. Blies van me af. Uit je kantoor. Uit je kantoor, zeg ik. Van uit je kantoor. Hé, doe kunt ze niet gemogen, hé. Ricardo Cartoon. Ik ben blij dat je die hier Roosevelt eruit hebt gegooid. Nu ben ik weer eindelijk de bedrijfsleider van de supermarkten. Dankjewel, Ricardo. En nu de heer Roosevelt hier niet meer is, zal de supermarktketen weer veilig zijn gangetje gaan, hè? Ach, weet je wat het is, Roger? Het was natuurlijk namelijk toevallig dat mijn jobcoach, de heer Roosevelt, hem nog kende. En trouwens, de heer Roosevelt was namelijk toch een beetje bang voor mijn jobcoach. Ja, dat is waar, Ricardo. En stel dat de heer Roosevelt je weer lastig valt en ik ben dan in de buurt, dan zal hij vanzelf wegrennen van mij. En tot nu toe zal hij nooit meer terugkomen bij de supermarkten, terwijl ik hier in de buurt ben. Oeh, kijk eens hier. Hier hebben we de gelukkige. Nog proficiat met je kleine kind. En wat is het geworden? Dankjewel, Roger. Het is een jongetje. Zeg Cindy, wat zijn dat eigenlijk voor een koekjes die jij op die schaal hebt liggen? Oh, dat? Oh, dat zijn beschuit met muisjes. Dat is een heel traditioneel geschenk voor als iemand een kindje heeft. Als er een jongen geboren is,
dan leg je er blauwe muisjes op. Is het een meisje? Dan zijn het roze muisjes. Nou, dan zou ik er graag eentje willen proeven. Nou, nog proficiat met je zoontje en ik hoop maar dat het een gezonde baby is. Beschuit met muisjes, dat vind je nergens anders.